Koos Moerenhout, dit jaar is het NK op Goeree-Overflakkee, het eiland waar jij bent opgegroeid. En jij hebt ook mede het parcours verkend, of uitgetekend en afgelopen week verkend. Wat zijn eigenlijk de grootste hindernissen, de lastigste punten op het parcours? Nou ja, goed, kijk, het zijn natuurlijk altijd de renners en de rensters die de koers maken. Maar ja, op Goeree-Overflakkee staat altijd wind. Dus het wordt ook het NK van de wind genoemd. Ja. En normaliter zijn de dagen zonder wind op één hand te tellen. Dus ik denk dat dat met name ook een grote rol gaat spelen. Ja. Toen jij hoorde dat het NK de wegrit voor de heren, zeg ik dus aanhalingstekens, maar 200 kilometer wordt, dacht je toen gelijk van, nou, dat is misschien voor de wedstrijd voorlopig juist een pluspunt? Ja, kijk, er is voor allebei wat te zeggen, maar ik denk niet dat het een nadeel hoeft te zijn. Kijk, als je het NK van vorig jaar ziet, dan werd het peloton bijna gedubbeld, bij wijze van spreken. Dus ja, dan is het nu gewoon eerder aan de bak om er een zware en mooie koers van te maken. Ja, was het lastig dat parcours op Goeree uit te tekenen? Nou ja, goed, kijk, de organisatie en ook de gemeente, die willen natuurlijk de schoonheid van het eiland laten zien. En daarom wordt bij de mannen ook een grote omloop verreden. En ja, dan is het wel zoeken naar de dijkjes, de polders, bredere wegen, smallere wegen. Proberen wat eentonigheid te vermijden. Dus er zit wel van alles wat in en dat is wel even een puzzel. En dan... alle categorieën hebben een mooie afsluitende omloop. Ja, jij hebt vorige week met jouw ploeg, Rabobank, Liv, de ronde verkend. Wat vonden jouw dames van het rondje? We hebben het NK tijdrijden verkend. Dus nog niet de weg. Dat moet je hun eigenlijk vragen. Maar ik denk wel dat ze het... ik heb diverse meiden gehoord. En de een vindt het geweldig. De ander vindt het wat minder. Dat is maar net wat je insteek is natuurlijk. Ja. Maar ik denk wel dat het een prima afspiegeling is van alles wat Goeree-Overflakkee te bieden heeft. Dus veel dijken, bredere wegen, smallere wegen. Stukken waar de hardrijders hun pk's... heel goed kwijt kunnen, zeg maar. Afgewisseld met ook wat technische passages erin. Ja. Nu zei je ook vlak voordat we dit gesprek begonnen dat je met groot nieuws komt. Ik ben benieuwd. Nou ja, kijk. Je kent misschien mijn voorliefde voor de tijdrit. Ja. In het verleden ging dat ook vrij aardig. En nou ja, gezien het feit dat... dat het natuurlijk zelden voorkomt dat het NK in je eigen achtertuin wordt verreden. Vond ik het wel een bijzonder mooi doel om nog één keer de batterij op te laden en mee te doen aan het NK tijdrijden. Je plant een comeback? Ja, een eenmalige comeback van één wedstrijd wat is de afstand ook alweer? Een kilometer of 45, 50 is het. En goed, je bent blijven trainen daarvoor of je bent weer in training? Nou, mijn conditie is nog niet van die naar dat ik er volledig vertrouwen in heb. Dus ik moet nog wel even aan de bak. Maar ik ben zeker wel blijven trainen. Alleen om je te meten met de Nederlandse toppers, dan moet er nog wel wat gebeuren natuurlijk. Ja, want op wat voor hoop je opnieuw op de titel? Is dat reëel of is voor jou starten eigenlijk het grootste doel? Nee, het podium dat is niet haalbaar. Daar zou ik mezelf enorm mee verbazen. Dus ik ga voor één keer starten met het idee van dat meedoen belangrijker is dan winnen. Nou goed, opvallend. We blijven het volgen. En veel succes met jouw strijd richting die ene comeback, die ene keer. Dankjewel. Goed, dank voor je tijd, Koos. Oké.